kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag weer een Shein shoplog voor jullie. Ik heb dit keer zelf wat items besteld, dus dit is niet gekregen of gesponsord of whatever door Shein. Dit keer heb ik het zelf betaald. Dus ja, het kwam allemaal in deze zak binnen. Maar dit keer zit er een thema aan deze video gekoppeld. Want ik dacht, ja, festivals komen er weer aan. Als jullie dit zien, heb ik morgen zaterdag een festival. Allereerste weer echt, oh my god, zoveel zin in. En ik dacht, ja, dan moeten we wel een beetje in stijl gaan dit jaar. Ik hou persoonlijk wel van een beetje overdreven, overdressed. Siri gaat weer praten hoor. Oh, het is niet... Vreselijk. Ik hou in ieder geval persoonlijk zelf van wel een beetje gekkig naar festivals gaan. Ik zou persoonlijk niet zelf in een spijkerbroek met een t-shirtje gaan. No offense als je dat wel doet, maar... Bij mij, nee, iets heb ik dit keer 4 outfitjes besteld bij Shein. Dus allemaal verschillende items waarbij ik 4 outfitjes heb samengesteld. Dus ben je benieuwd naar de outfitjes die ik heb samengesteld bij Shein voor festivals? En wil je gewoon wat inspiratie? Of heb je gewoon zin in een leuke Shein shoplog? Blijf dan lekker kijken. Ik heb ook nog een kortingscode. Ook al is dit geen samenwerking of iets, mijn vorige kortingscode van 2 maanden terug. Toen had ik wel een samenwerking met Shein. Die loopt gewoon nog steeds. Dus dat is 15 floor voor 15% korting. Dacht, misschien nog even handig. Laten we snel beginnen met het unboxen. In totaal heb ik 13 items besteld. En dit is het eerste item. Dit is nog niet officieel een outfitje. Deze kon ik gewoon even niet laten liggen. Maar ik wilde het toch even laten zien. Dus daarna gaan we beginnen met de 4 outfits. De officiële outfits. Natuurlijk kun je dit ook gewoon aandoen naar een festival. Maar ik heb een echt... Een typisch floorje. Oh nee, ik dacht even dat het kapot was. Maar er zit een touwtje los. Maar in ieder geval een typisch floorjurkje heb ik besteld. Namelijk deze. En oh, ik vind dit echt, ik hou hiervan. Ik heb hier heel veel jurkjes van. Ook veel langere jurkjes vooral met deze bovenkant. Maar nu ook in het kort. Hij is dus beige. Heel erg mooi gesmokt hier. En voor de rest loopt hij hier wat ja, losser uit. Ik vind dit echt een heel erg schattig jurkje. Leuke pofmoutjes erbij. En ik ben heel erg benieuwd hoe die staat. Heel leuk op vakantie weer. Dat zeg ik heel vaak. Leuk voor op vakantie. Het is natuurlijk ook leuk voor hier gewoon in Nederland. Maar ja, ik zie het dan gewoon voor me zoals ik zo bij het strand loop. Leuke sandaaltjes eronder. Helemaal leuk. Oké, leuk, leuk, leuk. Even kijken. Dit jurkje, die kost 12 euro. Maar ik had mijn eigen kortingscode gebruikt. Dus 12 euro, maar met korting dus minder. Ho. En ik heb hem in de maatje S. Dan heb ik dus dit jurkje aan. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik heb er alleen natuurlijk geen goede BH onder, want ik had die witte bralette aan. Maar verder zit hij echt super schattig. Als het goed is schijnt hij niet door. Het is wel een beetje een doorzichtig stofje, maar ik heb een rood ondergoed aan. Dus dan, als het goed is, moet dat goed gaan. Maar ja, hij zit gewoon echt super lekker. Heel erg cute. Voor op vakantie. Dus dat is dit leuke jurkje. Kan natuurlijk ook naar een festival. Was niet helemaal mijn bedoeling. Maar ik kon het gewoon niet laten om deze nog even erbij te kopen. Wat me trouwens wel opvalt. Ik heb heel veel zwart besteld. Nou kun je met festival juist natuurlijk echt lekker kleurrijk gaan. Maar ik weet niet. Ik vind zwart altijd gewoon top. En dan met heel veel sieraden en allemaal details en dingetjes denk ik ja... Ik weet niet, zwart, dat spreekt me gewoon lekker aan. Goed verhaal. Het allereerste outfitje wat ik eventueel aan zou kunnen doen morgen, oftewel zaterdag, begint met dit topje. Dit vind ik echt heel erg leuk voor het festival. Dit kleurtje vind ik leuk. Dat groene, een beetje dat... Ja, het is niet echt tie-dye. Het is een beetje een apart printje. Ik vind dat zelf heel grappig. Maar je zou eens denken, hoe zit dit? Nou, zo... Deze doe je zo, die knoop je dan. En dan heb je die zijkantjes zo. Heel charmant dit. In ieder geval deze. En kijk gewoon hoe tof dat is. Ik vind dat wel leuk hoor. En deze kost 4 euro. Zonder kortingscode. Nou, daarbij hoort dan deze. Even goed doen. Oh, die knoop. Zo, op beeld trouwens lijkt het wel alsof ik hier gewoon in mijn BH zit. Komt door die lamp, denk ik. Dit is een witte bralette die ik eronder heb. Oké, got it. Het broekje, het rokje wat erbij hoort is deze. Deze heb ik besteld. Ik ben echt benieuwd of deze gaat passen. Dit is namelijk gewoon een spijker. Ja, het is eigenlijk een spijkerbroekje, want het is een broekje. Maar hij heeft dus zo'n flapje, waardoor het op een rokje lijkt. En ik vind dit echt
heel erg leuk met een vette riem of zo. En dan dikke Dr. Martens eronder. Nou, de knopen zijn wel gewoon zilver. En voor de rest ziet het er zo uit. En dan heb je nog aan de zijkant van die zakken. Wat ik zelf al een heel stoer detail vind geven. Dus dat is deze met dus dit. Dit is het eerste outfitje. En daarbij hoort natuurlijk nog wel wat accessoires. Ik ga het ook gewoon een beetje combineren met mijn eigen dingen die ik heb. Mijn eigen schoenen. Misschien nog wat eigen riempjes. Maar in ieder geval is dit het eerste outfitje. Daar horen ook nog ringen bij. Ik ga die even niet uit de verpakking halen. Want er valt alles eraf. Maar ik zou hier even een shot laten zien hoe het eruit ziet. Ik heb namelijk nog een setje met gouden ringetjes besteld. Ik ben heel benieuwd of deze gaat passen. Maar goed, dit is altijd leuk om heel je... Hey, ik heb nu ook geen ringen om. Normaal heb ik altijd ringen om. Maar om gewoon... Weet je wat? Ik doe het gewoon even om. Om je hele handen vol te hebben met ringen. Ik vind dat zo leuk. Nou, dat past natuurlijk al helemaal bij festivals. Maar gewoon... Ook al is het geen festival, zelfs dan vind ik het leuk. Oké, de helft past niet. Want het past eigenlijk alleen maar om mijn ringvinger. Dus ik kan het ook niet echt om mijn wijsvinger allemaal doen. Maar ik heb nog wat over. Maar het ziet er in ieder geval wel heel leuk uit. Ik heb het nu even snel zo gedaan. Maar ja, nou, dat vind ik leuk bij een outfitje. En daarbij hoort ook nog deze. Ik heb namelijk een hele dikke chain ketting besteld. Ik vind dat wel vet. Ik heb er nu ook één om. Misschien valt het een beetje weg. Maar ik vind het heel erg leuk. Kijk, er zit ook nog wat onder. Dat je een wat dikkere hebt. Zo, mijn stem valt bijna weg. Oh, sorry. Maar ja, ik weet niet. Dit maakt het outfitje denk ik helemaal af. Dus dat is outfitje 1. Deze vind ik verbazingwekkend leuk nog. Ik vind het topje echt super, super festivalproof. Echt super leuk. Ja, en dit broekrokje zit ook echt top. De achterkant ook. Gewoon echt ver over mijn kont heen. Dus niet bang zijn dat het in je kont gaat of zo. En dan heeft de voorkant toch nog een leuke flap. En dan natuurlijk deze laarsjes erbij. Wat ik dus wel leuker vind aan deze outfit is dat je je haar een beetje opsteekt. Want dan zie je dus echt heel erg mooi die achterkant. Dus dat gaan we even doen. Ik heb namelijk van Bijou MC nog twee clippen gekregen. Een rozige en een beige. Nou vind ik deze beige echt geweldig. Dus die ga ik eerst even indoen. Zo, dan zie je echt heel erg leuk die achterkant. Ik ga deze ring erbij omdoen. Ik vind die echt niet normaal mooi. Kijk nou. En ik ga die oorbellen in doen. Hoe leuk. Heb je echt twee gaatjes voor nodig. En ze stuurde me nog wat sieraden erbij op. En nog twee armbanden. Echt super leuk. Oké, door naar outfitje 2. En dat wordt denk ik het outfitje die ik zelf aan ga doen morgen. Ik ben echt heel benieuwd en excited. Ik begin even met een item die ik niet bij Shein heb besteld. Maar die ik wel waarschijnlijk aan ga doen. Dit is een item van Colorful Rebel. Maar dat vind ik echt een festival outfitje. Dat is namelijk dit leren broekje. Nou, ik vind dit echt geweldig. Check die franjes ook aan het broekje. Dat is toch helemaal leuk. Dus ja, dat is deze. Hij is gewoon zwart. Wel hou ik de riem eruit, want die hebben we denk ik niet nodig. Dus het wordt dit zwarte broekje van Colorful Rebel. Die heb ik in een maatje XS. Maar daarbij hoort, en nu komen we wel gewoon bij Shein items, een zwarte bralette top. Met vullingen erin. Van die pads. Ik vind het echt heel erg mooi. Hij lijkt een beetje op die ik nu aan heb. Maar deze is iets steviger. Dus wel echt als een topje kun je dit dragen. Had ik nog als backup. Als die niet paste had ik deze nog besteld. Maar deze is heel erg groot. Dit is een maatje M. Dit topje. Met ja, een beetje zo'n crochet topje met zwarte stippen erop. Deze is echt heel erg breed en groot. Dus ik denk niet dat ik het ga passen. Maar ik kan het altijd proberen. En even kijken wat mooier is. Deze heb ik dus in een maatje M. Maar nu even het leukste item van dit outfitje. Namelijk dit. Ja, oh, ik hou ervan. Dit is dus een kimono in het ja, zwart. Met gouden en zilveren sterren, glittersterren erop. Ik weet niet of het een beetje te zien is. Maar ja, ik vind dit toch echt heel erg leuk. Dus die doen we erboven. Echt festival proof. Wel is dit een plus size. Dus, maar het zit gewoon prima. Want ik ga het namelijk afstylen met een riem die ik nog heb besteld bij Shein. Dit is zo'n hele lange grote riem. En die kun je dan dubbel zo om je heen doen. En dan ja, ik zag het helemaal voor me. Dat doe ik er dan nog overheen. Dus je gaat het straks zien in de shots hoe ik het voor me zag. Deze riem is echt zo'n cowboy belt. En dan is dit
het outfitje, denk ik, waar ik voor ga met Dr. Martens eronder. Maar daarbij hoort natuurlijk weer de ketting. Dus die chainketting gaat erbij om, die ringen gaat erbij om. En dan had ik nog wat besteld. En dat kwam echt heel erg mooi in deze brillenkoker binnen. Ik heb namelijk een zonnebril hiervoor besteld. En ik vind deze zo mooi. Ik weet niet of het een beetje te zien is door het licht die erin schijnt. Maar dit is echt een vet grote zwarte zonnebril. Met hele mooie gouden details aan de zijkant. Als je hem dan zo op je hoofd hebt, dan zie je heel erg mooi hier nog dat, oh hier, dat gouden. Dus ja, ik vond deze echt mooi. Hij is ook lekker groot. Ik draag altijd hele grote zonnebrillen omdat ik best wel een groot hoofd heb. Dus ik vond het echt helemaal leuk. Even kijken. De kimono met sterretjes heb ik in een maatje XL. Want dat was de kleinste maat. Maar zit prima. En die kost 11 euro. De crochet top met rondjes erop, zeg maar. Die kost 10 euro. Had ik in een maatje M. En de zwarte top bralette-achtig had ik in een maatje S. En die kost 7 euro. Outfitje nummer 2. Super leuk. Je kan het net niet helemaal zien. Maar ja, ik heb toch uiteindelijk dit riempje gedaan die bij het broekje zelf hoort. Die heb ik er gewoon overheen gedaan. En dan deze kimono. Zo leuk. Een beetje zo. Je kan hem natuurlijk ook gewoon zo doen. Maar ik voel het zo wat speelser. Nou, dan die franjes hier zo. Het topje zit ook heel erg goed. De ketting vind ik heel erg vet. Ringetjes om. En dan heeft hij deze laarsjes erbij aan. Wat ik ook heel erg leuk vind aan deze kimono is dat hij dus hier wat wijder loopt. Ik weet niet of dat echt te zien is. En je kan er natuurlijk ook nog voor kiezen om die een soort hoed of zo bij te doen. Dat maakt het echt wel een beetje Coachella. Ik weet niet of dat is wat ik nu naar dit festival wil. Maar echt heel erg leuk. Als ik ervoor kies om het zonder hoed te doen, dan heb ik nog deze bril. Jezus, mijn haar. Nou, en dan heb ik nog dit topje aangetrokken. Maar zoals je kan zien is die echt veel te groot. Hier is die te groot. Hier zit die te groot. Zelfs met BH eronder. Dus deze kan ik denk ik aan mijn zus geven. Dus dit wordt hem niet. Ik ga voor dat kanten topje. Dan gaan we door naar outfitje 3. En die shine echt door dat licht. Ik weet niet of het ook zo overkomt. Maar op het beeld lijkt die echt gewoon te shinen. Dit is namelijk een witte, ja, engelenvleugel. Of is het geen engel? Ja, ik weet niet zo goed wat het zijn. Vleugels. Iets. Ik vond het heel cool. Maar dit is de achterkant. Dus zo zit hij aan de voorkant. Het is echt super basic. Een heel erg groot t-shirt jurkje. Oh, ja. En ja, voor de rest, ik dacht, dit is vet aan de achterkant. Engelenvleugels. Dikke Dr. Martens eronder. Die grote riem er weer omgeknoopt. Zo heel vet. Dat het een beetje oppoft. Dikke chainketting erbij. Helemaal leuk outfitje, dacht ik. Dus dat is ook zeker een outfitje wat ik aan zou kunnen doen morgen. Even kijken, deze had ik in een maatje L gedaan. Zodat hij heel lekker groot valt. En ja, met de aanbeelden zul je het zien. Dan zit het ook echt top. En hij kost, even kijken, 14 euro. Dus dat is dit, ja, t-shirt jurkje. Dan heb ik hier outfitje 3. Vind ik ook echt super leuk. Met die laarsjes er weer onder. Dan heb ik nu deze ring gedaan. Die heeft dan 2 lagen. Zoals je kan zien. En dan hangt hij hier wat losser. Lekker groot shirt. Dat hij een beetje kan poffen. Nou, en bij deze zou ik dus sowieso een hoed doen. Want zonder hoed dan is het een beetje saai, vind ik. En dan als je dan toch de hoed erbij doet. Ja, maakt het toch wat meer festivalproof. Heel erg leuk. Ook met die vleugels op de achterkant. En dan komen we alweer aan bij het laatste outfitje wat ik heb besteld via Shein. Ook dit is weer een erg zwart outfitje. Als ik nu naar terugkijk denk ik, oh, lekker zwart allemaal. Maar goed, ik vind dat zelf wel vet. Ik heb namelijk dit jumpsuitje besteld. En ja, dit vond ik ook echt een festival jumpsuitje. Hij heeft namelijk echt prachtige V-hals. En hij is een beetje van gaas. Het midden is gewoon geborduurd. Dus je ziet gewoon een stuk huid daar dan. En voor de rest is dit dus een broekje. Dus deze outfit. En daarbij heb ik dan nog weer, wow, ik ben wel overbelicht hè. Daarbij heb ik, ben ik nu weer onderbelicht. Nou ja, daarbij heb ik deze kimono besteld. En dit is een hele lange zwarte kimono. En ik dacht, dit is ook wel weer heel vet. Je kan dit altijd nog bewaren voor op vakantie, over je bikini heen. Maar dit is echt een mega lange zwarte kimono. Die komt echt tot aan je enkels. En voor de rest is die gewoon doorzichtig. Verder geen poespas. Hij heeft wat kortere mouwtjes en er zit nog een touwtje aan
waardoor je hem dicht kan doen. Maar die wil ik dus niet gebruiken, want ik wil dan weer dat riempje gebruiken. Even kijken, die zwarte kimono die kost 9 euro en heb ik in de maatje S. En dat jumpsuitje die kost 18 euro en heb ik in de maatje S ook. En dan het laatste outfitje, maar deze voel ik niet helemaal. Hij lijkt sowieso een beetje op die eerste natuurlijk. En zo op het eerste oog lijkt hij misschien echt super vet, zo. Maar ja, wacht, ik zou dit er even afhalen. De kimono maakt echt dit outfitje. Dus die kimono vind ik ook echt super leuk. Maar deze jumpsuit, die klopt gewoon niet helemaal. Ik weet niet of dat echt te zien is op beeld. Maar hier hangt echt gewoon een lap stof dat je denkt, huh? Dat hoort daar niet zo te hangen, zeg maar. Ik weet niet of dat echt te zien is omdat het zwart is, maar het is heel vaag. En dan aan deze kant juist is deze kant weer korter dan deze. Dus het zit allemaal een beetje vaag, deze jumpsuit. Kijk, je ziet het gewoon hier tussen bungelen of zo. Ik weet niet, volgens mij valt het niet echt op beeld. Maar hier zit gewoon een stofje, dat hoeft daar niet. Dit. Heel vaag. Maar verder is die wel leuk, maar het zit hem gewoon net niet helemaal goed. Kijk, de achterkant zit ook deze kant veel korter dan deze kant. Het is echt een beetje een raar modelletje. Dus dat was alweer de video. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Dat jullie wat inspiratie op hebben kunnen doen. Het is aardig zwart allemaal. Maar ja, ik vind dat dus wel vet. Met gouden sieraden en accessoires erbij. Hoed die ik in deze video heb gedragen is van By Must Haves. Die vind ik ook heel erg leuk om op een festival te dragen. Dus ja, dat zijn een beetje de outfitjes die ik heb gekozen via Shein. Ik denk dat ik dus voor het outfitje ga met die gouden en zilveren sterren. Outfitje 2 dus. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze Shein video. Vond je hem nou leuk? Doe dan even dat duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal. Je maakt me ook echt super blij als je me gaat volgen op Instagram. Dat is @floordelver. En vergeet dus de kortingscode 15floor niet voor 15% korting bij Shein. Ik zal alles nog even in de beschrijving zetten. De linkjes, de kortingscode, alles. Kun je dat nog even checken. En dan wens ik jullie een fijn festivalseizoen en veel plezier.